Bloedje fanatiek zijn ze, ondanks de hoosbuien. De deelnemers aan de vierde editie van het Nederlands kampioenschap scootmobielrijden op het circuit in Zandvoort. Ik race je er allemaal uit. We zijn vorig jaar ook eerste geworden. Ja. Dus we gaan het nu weer worden. Waar komt u vandaan? Uit Amsterdam, hè, hoor je wel. Hè? Ja. Oké. Okay. Heeft u uw regenbanden onder? Wat heb ik onder? Uw regenbanden. Ja, ik heb alles onder, jongen. Alles. Ja. Mijn inlegkruisje heb ik ook in. Dit is wel een verschil met vorig jaar, hè? Nee, vorig jaar hebben we helaas twee ongelukjes gehad. Daar zaten we natuurlijk best over in. Vandaar dat we de baan echt hebben aangepast. We hebben minder scherpe bochten gemaakt, glooiende bochten. Hindernissen hebben we ook wat gemakkelijker gemaakt. En we hebben echt goed getest van tevoren. Mevrouw, van harte gefeliciteerd. Dankjewel. Spannend nog, zeg. Ja, hè. Vond ik ook. Ja, vond ik ook. Jammer dat het wat rustiger gaat dan vorig jaar. Ja, vind ik wel. Vind ik wel. Ik vind dat het nu veel rustiger gaat en ja, veel langzamer gaat. Jammer. Er zit geen tempo in. En daarom ben ik ook laatste. Maar ik vind het niet erg. Ik heb toch schrik. We hebben toch gelachen. Ja, we hebben toch gelachen. Heel leuk. Nou, champagne. Dankjewel, hè. Voor jou, hè. Voor jou, hè. Dank u wel. Jij doet. 37 en 37 gaat dan er overheen. Het scheelt weer bijna niks, maar 37 wint dan toch.